Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme en in de podcast van vandaag gaan we het hebben over future faking, oftewel toekomstvervalsing genoemd. Een datingstrategie die wordt gebruikt door narcisten. Je hebt een date en de persoon is duidelijk verliefd. Ze vertellen je dat het duidelijk is dat je met een reden door het universum bent samengebracht. Ze kunnen zien dat ze kinderen bij je krijgen. En oh, zou het niet geweldig zijn om binnenkort in het vliegtuig te stappen en samen op die bucketlist reis te gaan, zoals volgende week misschien. Je zit niet in een aflevering van The Bachelor of Bachelorette. Dit is het echte leven, maar dit is slechts je eerste of tweede date. Hoe kunnen ze zo'n duidelijke visie hebben op jullie toekomst samen? Je hebt elkaar eigenlijk net ontmoet. Is deze persoon bezig met future faking, oftewel toekomstvervalsing? In deze podcast gaan we het dus hebben over wat je moet weten over deze datingstrategie. Waarom het een teken is dat je misschien met een narcist omgaat. In ieder geval iemand met toxisch manipulatief gedrag en hoe je kunt voorkomen dat je het slachtoffer wordt. Wat is future faking, oftewel toekomstvervalsing? Future faken is wanneer iemand een gedetailleerde visie van de toekomst gebruikt om de hechting en verbinding in een romantische relatie te vergemakkelijken. Het is over het algemeen iets dat narcisten doen. Het is hun manier om jouw aandacht en bewondering te krijgen. Aan de buitenkant lijkt het misschien alsof je in een soort romantische comedy zit. Het is een charmante, magnetische, door zuurstof gevoede ervaring. In de meeste situaties is het niet opzettelijk. Veel narcisten zijn erg impulsief als het gaat om het hebben van romantische gevoelens. En in die impulsiviteit beloven ze iemand de wereld. Nou, dat gezegd hebbende, narcisme bestaat natuurlijk, dat ligt natuurlijk op een spectrum. Mensen die in de categorie kwaadaardige narcisten vallen, kunnen met voorbedachte raden motieven hebben. Je kunt er dus niet van uitgaan dat de andere persoon kwaadaardig handelt en je voor de gek probeert te houden. Ze geloven echt dat wat ze tegen je zeggen waar is tijdens de eerste date of tweede date of de verkeringsperiode. Totdat ze dat niet meer doen en dan begint de devaluatiefase. Als je het slachtoffer bent van future faking kun je emotioneel lijden. Want zelfs als het niet opzettelijk is, is het resultaat dat de relatie de neiging heeft om op een pijnlijke manier te ontploffen. Wanneer kun je future faking verwachten? Aan het begin van een relatie is er een hechtingsperiode. Het is in dit beginstadium dat toekomstvervalsing op zijn hoogtepunt is. Naarmate de relatie groeit, begint de narcistische partner zijn of haar interesse te verliezen. Of realiseert de niet-narcistische partner zich dat ze niet de empathie en het begrip krijgen waar ze naar op zoek zijn. Als je begint terug te trekken, dingen in twijfel trekt of probeert het traject te vertragen, zal de narcistische partner afkeuring beginnen te tonen of afwijzend worden. Er is een kou die begint en dat is wanneer de dingen beginnen te veranderen. Het is een probleem omdat een narcist niet nadenkt over de invloed van zijn of haar acties op anderen. Het kan de narcist niet schelen of de spectaculaire toekomst die hij zegt te willen met de andere persoon uit elkaar valt en uiteindelijk diepe pijn veroorzaakt. Als een narcist eenmaal voorbij de eerste fase van de relatie is, ook lovebombing genoemd, future faking, kan het voelen alsof ze van een hoogtepunt afkomen. Dat is wanneer ze de neiging hebben om vijandig te worden. In zekere zin is het om hun zelfgevoel en ego te beschermen. Het creëren van een visie van perfectie is de enige manier waarop ze weten hoe ze zich moeten hechten. En als dit beeld eenmaal is gebarsten, nadat je dingen in twijfel
begint te trekken of je terugtrekt, brokkelt de façade af. Een narcistische partner die aan future faking doet, zal uiteindelijk zijn of haar partner wegduwen en beloften niet nakomen. Je gaat niet op een romantische vakantie of een stedentrip naar Parijs. Ze gaan je niet ten huwelijk vragen onder de Eiffeltoren. Ze beginnen complimenten en daden van liefde te vervangen door kritiek en emotionele afstandelijkheid. Net zo snel als de relatie begon, zo kan het ook eindigen. Je kunt plotseling geblokkeerd raken op social media en meestal heb je geen idee waarom. Liefde en future faking of toekomstvervalsing zijn niet hetzelfde, maar ze kunnen er hetzelfde uitzien. Het is zo gemakkelijk in de vroege stadia van de relatie om in iemand anders verwikkeld te raken. De zon lijkt echt feller te schijnen en de vogels zingen echt luider, dat denk je. Liefde en toekomstvervalsing zien er in eerste instantie misschien hetzelfde uit. We gaan het nu hebben over hoe je kunt leren om deze twee uit elkaar te houden, zodat je zelf een stapje terug kunt doen of bijvoorbeeld de relatie opnieuw kunt beoordelen of evalueren. Allereerst, de andere persoon gaat veel te snel. Kijk, je kunt misschien met je partner dagdromen om naar Griekenland te gaan, hè, omdat je zo van Griekenland houdt. En je denkt van, goh, ik wil je heel graag Griekenland laten zien. Zou het niet geweldig zijn als ik je kon rondleiden? Het is iets anders als iemand zegt, ik hou van je op de eerste date of na een week. Of voorstelt om te trouwen. Het is allemaal te snel. Een relatie bestaat uit langzame stappen die in elkaar groeien. Er is geven en nemen. Future faking brengt de dingen in een soort van hyperdrive en is verblindend en bijna als een gaslighting van romantiek. Het neemt de realiteit en verandert het in een cliché. Het voelt als een sprookje. De narcistische partner zou kunnen zeggen dat iets in jullie relatie of ontmoeting mystiek is. Ze praten over de betovering van een relatie en zeggen misschien dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. Ze schilderen een Norman Rockwell beeld zonder realiteit. Of ze zeggen vaak, je bent mijn soulmate, mijn tweelingziel, de ware liefde. Maar let op, narcisten nemen geen of zelden verantwoordelijkheid. Stel, je krijgt ruzie, zouden ze dan de verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en zich verontschuldigen? Een narcist doet dat niet, die zal jou de schuld geven. Ze zien dingen met zwart-wit. Als ze de wereld of andere mensen de schuld geven van hun problemen, bedenk dan dat je op weg bent naar een pijnlijke relatie. Een andere manier is, je voelt je geïsoleerd. Liefde is natuurlijk opwindend, maar je moet ook je gevoelens en je leven eren voor de relatie. Er is opwinding in romantiek en liefde, maar als het betekent dat je je leven daarvoor moet opgeven, is dat een rode vlag. Je partner mag nooit proberen jou te overtuigen, je baan op te zeggen, geen familie of vrienden meer te zien of abrupt bij hen in te trekken. Kan een toekomstvervalser veranderen? Ja, aan de ondiepere kant van het spectrum van narcisme kan een narcist egocentrisch en egoïstisch zijn. Er is natuurlijk een verschil tussen narcistische persoonlijkheidsstoornis en narcistisch gedrag. Iedereen vertoont wel eens giftig, toxisch gedrag. En bij zo'n persoon die niet aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijdt, kan therapie natuurlijk helpen. Maar voor iemand met bijvoorbeeld een narcistische persoonlijkheidsstoornis is de weg veel uitdagender. Ik zeg heel graag dat er niet zoveel voormalige narcisten zijn. En ik bedoel niet, ja, graag. Ze zijn er bijna niet. Hè? Het is moeilijk. Het hard werken om ze naar een plek te brengen om te zien hoe hun acties mensen beïnvloeden en om hen empathie te laten tonen voor de emotionele wereld van een andere persoon is moeilijk voor een narcist. Als je denkt dat je in de val bent gelokt, hè, door iemand die future faked of de toekomst heeft vervalst,
is de eerste stap weten en het kunnen identificeren. Als je tekenen van toekomstvervalsing bij je partner herkent en de gevolgen voelt, inclusief een verlies van geluk en vreugde of depressie, is het een goed idee om de relatie te verlaten, te verbreken. Zelfs als dit pijn en woede veroorzaakt. Het is beter om dingen eerder dan later af te sluiten. Liefde kost namelijk werk, maar het vereist geen volledige opoffering van jezelf. Ja, en future faking gaat altijd gepaard met lovebombing, liefdesbombardementen in de eerste fase van narcistisch misbruik, de inzuigfase. En veel voorkomende tekenen van liefdesbombardementen of lovebombing zijn dat je partner al vroeg jou bestempelt als soulmate. Je krijgt overdreven complimenten, veel cadeaus, een communicatie overload eigenlijk. En afgezien hiervan kan het meest voor de hand liggende tekenen van lovebombing zijn hoe het gedrag van een partner je laat voelen. Als iemand veel te snel gaat, moet je jezelf afvragen, waarom doen ze dit? Er zijn ook andere dingen om op te letten. Eenzijdige gesprekken bijvoorbeeld zijn een belangrijk teken. Tijdens de lovebombingfase praten narcisten vaak over zichzelf. En je eigen behoeften en wensen doen er niet zoveel toe. Ja, waarom gebruiken narcisten lovebombing of future faking? Een studie concludeert dat personen met een laag zelfbeeld en een hoog niveau van narcisme zich bezighouden met liefdesbombardementen of lovebombing. Je hebt natuurlijk ook mensen die niet narcistisch zijn, maar heel wanhopig zijn en op zoek zijn naar liefde. Ze zijn behoeftig, depressief en zoeken iemand om hun leegte op te vullen. Dit soort liefdebommenwerpers zijn niet noodzakelijkerwijs ongevaarlijk. Ze vormen vaak een ongezonde gehechtheid aan hun romantische interesses en kunnen zelfs stalkers worden. Maar hun gevoelens voor hun partner zijn meestal enigszins oprecht. Het andere type lovebomber is sinister, de narcistische sociopaat-types die opzettelijk een strategie volgen om iemand te beheersen. Het is bijna een bewuste truc om gunst en macht te krijgen bij een partner, ongeacht hoe ze er echt over denken. Het daten met dit type persoon loopt zelden goed af. Lovebombers worden vaak boos of gedragen zich gekwetst wanneer hun partner hun genegenheid en aandacht niet volledig beantwoordt, of hen in twijfel trekt of tegenspreekt. Uiteindelijk kunnen dit soort mensen de interesse in hun partner verliezen, net zo snel als ze in de eerste plaats verliefd werden. Erger nog, ze kunnen controlerend, verbaal beledigend of zelfs gewelddadig worden. Er zijn natuurlijk verschillen tussen liefdesbombardementen, lovebombing, versus liefdevolle relaties. Net zoals het belangrijk is om te weten hoe liefdesbombardementen eruit zien, is het ook goed om te weten wanneer je romantische liefde ervaart in een relatie. Romantische liefde verwijst naar liefde die intimiteit en passie omvat. Weten wat romantische liefde is, is herkennen wat voor soort relatie je in het algemeen hebt. Een gezonde relatie heeft de volgende eigenschap: communicatie over problemen en meningen, goede grensstelling, eerlijkheid, gelijkheid met beslissingen en normen, economisch of financieel samenwerken, respect voor opvattingen, gevoelens, behoeften en je persoonlijke vrijheid. Tijd voor je eigen persoonlijke ruimte, me-time zeg maar. Vertrouwen op wat partners zeggen is ook belangrijk. Romantische liefde zelf zou ook interacties moeten omvatten, specifiek tussen aantrekking, verbinding, respect en vertrouwen. Aantrekkingskracht is dus fysieke en persoonlijkheidskenmerken. Verbinding is een gevoel van eenheid tussen partners in de vorm van
kameraadschap, vriendschap en intimiteit. En respect is bewondering en aandacht voor een partner. En natuurlijk is vertrouwen betrouwbaarheid en betrouwbaarheid van partners. Het is het in stand houden van deze vier factoren en het vereist een actieve inzet van beide partners. Anders kan romantische liefde niet bestaan in een relatie. Goed, lovebombing is niet altijd een teken van emotioneel misbruik of opzettelijke manipulatie. Soms is het echter een kwestie van gekruiste signalen en een beetje te veel enthousiasme. De enige manier om erachter te komen is door een serieus gesprek te voeren over wat je dwars zit. Bijvoorbeeld samen aan tafel te zitten, onder diner of kopje koffie, wat dan ook. En te zeggen, dit gaat te snel voor mij. Ik wil het rustiger aandoen. En dan kijken hoe zo iemand reageert. Erkennen ze je gevoelens en besteden ze er aandacht aan? Of zijn ze als een goede verkoper die je blijft ompraten of weerleggen wat jouw bezwaren zijn? Maar aan de andere kant, als je echt zo verliefd bent op een nieuwe partner en je houdt van die aandacht, geniet er dan van, maar geniet ervan op een voorzichtige manier. Sommige mensen worden inderdaad snel verliefd en die gevoelens op zich zijn niet slecht natuurlijk. Maar je moet die gevoelens afzetten tegen de realiteit van wie deze persoon werkelijk is. Met andere woorden, zorg ervoor dat jullie allebei echt van elkaar houden en niet alleen van het idee liefde. Ja, ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag, lieve mensen. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube-kanaal Wie is de Narcist? Ik zie heel veel reacties van mensen en dat jullie ook op elkaars situatie of reactie reageren. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien, ervaring met elkaar te delen. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Bedankt voor het luisteren voor vandaag, lieve mensen. En tot de volgende keer.